De politie heeft het onderzoek naar de dode man bij een pand aan de Groesbeekseweg afgerond. Daarbij is vastgesteld dat er geen sprake is van een misdrijf. In de afgelopen dagen ontstond daar onduidelijkheid over. De Duitse politie meldde eerder al dat het om een bedrijfsongeval ging. De Nederlandse politie wilde die conclusie donderdag pas trekken. De schop is in de Maldense grond gezet voor de bouw van een nieuw sportcentrum dat de verouderde veldschuur moet vervangen. Donderdagochtend werd een bord met daarop een afbeelding van het toekomstige sportcentrum onthuld. Het Arnhemse bedrijf Gebra Infra BV is begonnen met het verwijderen van groen en hekwerken en met de aanleg van een nieuwe parkeerplaats. Het nieuwe te bouwen complex komt op de huidige parkeerplaats te staan. Daar werd woensdag al een sportcourt dat daar slechts enkele jaren stond opgeruimd. Deze keert ergens anders in Malden terug. Het nieuwe sportcentrum is naar verwachting medio 2019 klaar. Tijdens de werkzaamheden blijven de omliggende straten gewoon bereikbaar. De Hoge Straat in Druten wordt gebruiksvriendelijker gemaakt voor fietsers, rolstoelgebruikers en voetgangers. Dat wordt niet alleen gedaan door de gemeente, maar ook met de gebruikers, bewoners en ondernemers van de Hoge Straat. De gemeente heeft samen met de Klankbordgroep een definitief ontwerp uitgewerkt. Het ontwerp wordt op woensdag 15 november tussen 5 en 7 uur gepresenteerd. Deze vrijdagmiddag is er weer een nieuwscafé van de Gelderlander in de villa aan de Oranjesingel. En we spelen in op de actualiteit. Kabinet Rutte 3 is net aangetreden, 20 uur in functie. Maar wij hebben vrijdagmiddag twee Nijmeegse Kamerleden. Maarten Groothuizen van D66, Lisa Westerveld van GroenLinks. En we gaan hun vragen wat vinden zij van de kabinetsplannen. En het zijn twee Kamerleden die eigenlijk even aan elkaar geknuffeld hebben. Want ze dachten wij gaan samen in dat kabinet zitten. Dat is niet gebeurd. Ze staan nu tegenover elkaar. Dus ik wil van hun horen waar zit jouw pijn? Waar zitten de sterke punten van het kabinet Rutte 3? Waar zit wat mis GroenLinks in het akkoord? We hebben ook aan lezers gevraagd. Dien vragen in. Dat kan nog steeds trouwens. En die gaan we aan hun voorleggen. En dan hopen we te horen wat deze Nijmeegse Kamerleden van de herstart van Rutte vinden in het kabinet. En we sluiten het nieuwscafé af met een mooi gesprek met de nieuwe directeur van de vereniging in de stad Schouwburg, Eva Middelhof. Zij is komen overwaaien uit Heer Hugo Waard in het Hollandse en moet de Karelpodia een nieuwe start, een nieuw gezicht geven. En ze heeft al zin in en ik wil weten wat zij is. Ze is nu 4 maanden hier, hoe zij nu aankijkt tegen de kansen van die theaters in Nijmegen. En ook dat wordt denk ik leuk en spannend. En wil je erbij zijn, dan moet je er vrijdagmiddag om 5 uur zijn in de villa aan de Oranjesingel.